Lisette en deze week vlog ik voor de Leidse Restaurantweek. En vandaag mag ik dat doen bij Olivier. Ik ga lekker eten vanavond en dat doe ik samen met mijn vriendje Robert. We hebben alvast een broodje gekregen. We hebben net ook besteld, we konden kiezen. Jullie gaan zo meteen zien wat het allemaal is geworden. Chef, wat eten we? Vandaag zijn we op het menu onze overheerlijke Italiaanse kaasmenu. Onze stoofvlees, lekker met frietjes. En het Belgische visstoofpotje. Lekker met mosseltjes, gamba's en zo. Heerlijk. Het is een salade. Nou, we gaan het zo maar even uitproberen. Nu heb ik alles een beetje geproefd inmiddels. Ja, het is zoals een salade is. Met heel veel sla. En nou, de bolder hoe nu erin zit, het vlees is wel echt heel erg lekker. En er zitten nog croutons in en spekjes. En het is een soort knoflookdressing. Nu hebben we de bediening gevraagd om bij het hoofdgerecht een speciaal biertje te serveren. Want we zitten immers in biercafé Olivier. En ik heb Silly's White. Dat is het flesje wat je ziet, is het originele recept. En dan heb ik een klein proefglaasje erbij gekregen. En dat is dus nagemaakt door Hoegaarden. En Robert, wat heb jij? Ik heb een gouden Carolus. Dat is een griepotje. Het schijnt heel zwaar te zijn en heel goed te zijn bij de stoofvlees die ik zelf ga krijgen. Dus ik ben benieuwd. Ik ga eerst het originele recept proeven. Wit biertje, daar smaakt het eigenlijk naar. En dan nu een proefglaasje van Hoegaarden. Het is wel heel anders, die andere is veel sterker van smaak. Ja, maar wel leuk dat ze dat erbij doen, dat je echt het verschil kan proeven. Hoofdgerecht. Ik heb een vispotje. Er zit rijst bij en het drijft in de saus en er zit heel veel lekker groente bij. En Robert heeft iets anders. Heeft een vlees. Wat heb je? Vlees, stoofvlees. Met Vlaamse frieten, mayonaise, witlof ook, zie ik. Wat denk je? Ik denk dat het er bij zit. Kijk of het zo is. Ik heb nu alles geproefd. Er zit zalm in, garnalen. Kijk, garnalen hier. Mosselen zitten erin. Dat vind ik altijd echt heel fijn. De rijst past er heel goed bij. En het is lekker dat je een beetje gezond kan doen met je groenten. En volgens mij vindt Robert het ook allemaal lekker. Toch? Ja, heerlijk. En het biertje smaakt er ook lekker bij. Het toetje. We hebben allebei wentelteefjes. En er zit wat fruit bij en kaneelijs. En wat ik heel leuk vind is dat we allebei een ander bord hebben. Het is eigenlijk de hele avond al dat we allebei verschillende borden hebben. Ik vind het wel wat hebben. Ik heb het allemaal geproefd. En de wentelteefjes zijn dus van suikerglas. Dat is wel anders dan dat ik misschien zelf gewend ben. Maar ik vind het heel lekker. Er zit ook een soort van sausje op een bord, een soort siroopachtig. Dat past er goed bij. En kaneelijs is ook... Dat hoort er gewoon bij. Het is heel lekker. Zoals we van Biercafé Olivier gewend zijn, hebben we Bourgondisch gegeten. Dat betekent grote porties met lekker bier. Dus het was top. Ik heb genoten. Tot morgen.